Hallo iedereen, en vandaag spreken we met de voorzitter van de Stichting Pro Dronten, Sonja Simmel. Welkom. Dankjewel. Vraag 1. De meerpeldagen worden georganiseerd door Stichting Pro Dronten. Kunt u uitleggen wat de stichting doet? Ja, de stichting is opgericht in 1992 ter promotie van de gemeente Dronten. Dus we maken eigenlijk reclame voor en door Dronten. Maar wat we vooral doen is het organiseren van de meerpeldagen. Dank u. U bent net voordat corona uitbrak voorzitter geworden. Wat heeft u nog kunnen doen in coronatijd? Ja, behalve heel veel vergaderen, want dat hebben we gewoon al die tijd gedaan. Hebben in het eerste jaar van corona hebben we eigenlijk niet zo gek veel gedaan. Ja, de meerpeldagen annuleren. In het tweede jaar van corona, vorig jaar, hebben we uiteindelijk toch een soort mini-meerpeldagen georganiseerd. Hebben we op zaterdag hebben we de hele dag door het hele het dorp hier evenementen gehouden. Dankjewel. Dit zijn voor u de eerste meerpeldagen als voorzitter en tevens een jubileum van het festival. Hoe ervaart u dat? Ik ervaar het als spannend. Vooral heel erg leuk. Net als ik denk iedere Drontenaar die niet met vakantie is, kijken wij ook ontzettend uit naar de meerpeldagen. Als het goed is het vandaag over 22 dagen. En eigenlijk alles wat we doen en wat er wordt georganiseerd door alle vrijwilligers, daar kijk ik naar uit. Naar welke activiteit tijdens het festival kijkt u het meeste uit? Dat is wel een beetje een gewetensvraag. Ik vind alles heel erg leuk. Vorig jaar hebben we voor het eerst vossenjacht georganiseerd. Toen stond ik zelf ook in een of ander gek pak hier in het dorp. Dat doen we dit jaar opnieuw, dus dat vind ik ontzettend leuk. Ik ga gedurende de hele dag bij alle activiteiten kijken en ik hou ontzettend veel van muziek. Dus ik ga zeker 's avonds genieten van alle live muziek die er is. Welke activiteiten organiseert Pro Dronten nog meer? We organiseren eigenlijk alleen maar de meerpeldagen. Daar zijn we voor opgericht. Dus we zijn voor promotie van Dronten. Maar wat ik al zei, we organiseren eigenlijk alleen maar de meerpeldagen. Dank u wel voor het interview en dan zou ik zeggen tot ziens in Dronten. Dankjewel.